Goedemorgen, lieve mensen. Dit is Lumeria met het positieve bericht op donderdag 17 november. Ik moest even nadenken. Ja, we zijn er bijna. Ik maak nu de filmpjes tot 22 november. Dus jullie zien mij nog steeds in mijn kleedje. Want ik zit hier nog steeds op 5 november. Jullie zien al, wat een beetje onrustig. Want ik wil zo meteen koffie. Maar ik heb er wel, ik wil eerst afmaken waar je mee bezig bent en dan iets anders gaan doen. Dus ik dacht ook, als mijn glaasje water op is, dan neem ik even een pauze van de filmpjes. Neem ik even een kopje koffie en dan ga ik even op het internet kijken wat jullie mij allemaal verteld hebben. En dan ga ik weer verder met, dit is echt gewoon filmpjesdag, daar was ik nog niet aan toegekomen de afgelopen 2 weken. Goed, vandaag, donderdag 17 november. Wat gaat het alweer snel, hè? De tijd. Over een maand zijn we gewoon echt bijna kerst. Heel bijzonder. Heb jij al een leuk adventkalender? Ik heb kleintjes, hè? Een engelen en nog een edelsteenkalender. Hartstikke leuk. Ik heb dus gewoon kleintjes erbij gemaakt. Ik heb 2 hele grote. Daar ben ik nu alweer mee bezig voor volgend jaar. Ik vind het zelf ook leuk. Ik heb zelf ook adventkalender gekregen. Van Thee. Heb ik ook. Meteen. Maar dit was van Pukatee. Hartstikke leuk. En ik heb van mijn schoonheidsspecialisten ook eentje gekocht met nagellakjes en andere dingetjes. Leuk. Ook om haar natuurlijk een beetje te ondersteunen. Hè? We moeten ook onze collega's een beetje helpen. Goed, vandaag een 70 dag. We gaan, oh, we zijn de cyclus van zorg en samenleving uit. En we komen in de cyclus, de 70 cyclus. En dat is dat je goed gaat nadenken. Spirituele zaken, geestelijke zaken, met je hoofd werken, met je fantasie werken, met je krijgt in zo'n cyclus veel meer dingen ook door, je voelt veel meer en de prikkels komen meer op je af. Dus dat is vaak ook een uitdaging om je goed te aarden en verbonden te zijn met moeder aarde. Ik dacht, wat hoor ik nou, maar het regent inmiddels. Prachtig, kijk, het hoort er helemaal bij. Het is echt zo'n 70 dag kaart. Ik ben één met het universum. Eén met de eeuwige godin. Ze is deel van mij. Ik kijk naar mijn hart en daar is ze. Omgeven door oneindige wijsheid, kennis en liefde. De ontelbare vormen van de godin en haar grote medeleven komen in mij tot uiting. Mooi, hè? Ik wens jullie een prachtige dag. Dag lieve mensen.